this is one of the least known places of Dutch heritage in Brazil. No more driver's lash for me. Stel je voor als onze voorouders een kijkje konden nemen in hun eigen toekomst. Een glimp vanuit hun verleden naar onze tegenwoordige tijd. Bijvoorbeeld de kunst van toen en de waarde daarvan vandaag de dag. En stel dat we de Nederlandse koloniale heerser van toen de effecten van zijn daden zouden kunnen laten zien in de wereld van nu. Hoe zou ons geschiedenisboekje van vandaag er dan eigenlijk uitzien? We delen verledens en herinneringen met onze voormalige koloniën. Maar wat is daarvan overgebleven en hoe wordt erop teruggekeken? Geprezen en omarmd of verworpen en afgewezen omdat het schuurt in het geheugen? En geeft ons geschiedenisboekje wel een reëel beeld van de historische gebeurtenissen? Of wellicht hier en daar met helder verering wat aangedikt en zodanig als historische feiten in onze archieven belanden? In deze aflevering gaan we met een virtuele loop over onze geschiedenisboekjes op zoek naar vergeten sporen en nieuwe inzichten die de archieven nauwelijks of nooit hebben gehaald. Brazilië. Met ruim 215 miljoen inwoners op zo'n 8,5 miljoen vierkante kilometer heeft dit immense land een van de grootste economieën in de wereld. Het land kent ook het grootste palet van rassen, religies en een etnische mengelmoes van Afrikanen, Europeanen en de oorspronkelijke Indianen. Ooit was Brazilië een kolonie van Nederland, zo'n 400 jaar geleden. Al duurt de Nederlandse aanwezigheid slechts 24 jaar, het heeft wel indrukwekkende sporen achtergelaten. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met dat Nederlandse erfgoed in het Brazilië van nu? Hoe wordt er daarop teruggekeken? Kloppen de historische feiten wel zoals ze door de eeuw heen zijn opgeschreven? Als de Portugezen in 1500 als eerste voet aan wal zetten, treffen ze overweldigende tropische stranden en een enkele oorspronkelijke bewoner aan. Wel ontdekken ze dat hun suikerriet dat is meegekomen zeer goed gedijt in het tropische klimaat. Met de inzet van vele duizenden slaven wordt dit waardevolle zoete goud naar Europa geëxporteerd. Zo'n 85 jaar later komen de eerste Nederlanders naar Brazilië om handel te drijven in pelzen en Braziliaans hout. Al gauw krijgen ze de Portugese suikerplantages in het vizier, waar de West-Indische Compagnie ook flink aan wil verdienen. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Recife, hoofdstad van de noordoostelijke staat Pernambuco en 9 op de lijst van grootste steden van Brazilië, rijk aan export van suikerriet. De havenstad is vernoemd naar het rif dat zich duizenden jaren geleden vormt en daarmee een natuurlijke bescherming biedt voor de haven. Na het succes op de Portugezen in Salvador hebben de Nederlanders het deze keer gemunt op Olinda. Maar het noordelijke gelegen heuvelstadje heeft geen haven en dus valt de keuze op het lagere Recife. De havenstad bestaat dan niet meer uit enkele pakhuizen, een vissersdorpje en een strandweg die de stad Olinda met de haven verbindt. So the port was serving for the Portuguese to bring in people, to bring in slaves from Africa and to export what the Portuguese were producing in Brazil, which were mainly sugarcane and Brazil wood. So the port was this connection between the hinterland producing sugarcane, the city of Olinda, Africa and Europe.
plotseling krijgt onze zoektocht een onverwachte wending als we in contact komen met een lokale visser die ons vertelt over een vergeten en verborgen Nederlands fort ergens diep verscholen in de jungle. Hij wil ons wel brengen, maar onder geen beding met ons aan land gaan. We are going to visit a hidden jewelry of the Dutch and Portuguese history. It is a fort and today it's a little bit hidden underneath trees, a little bit of mangrove. You're gonna be able to be one of the first people to actually visit it and get to know a little bit of that history. Back in 1630, when the Dutch army working for the West Indian Company arrived in Recife to take it over, they entered the port around here. So this is the port entrance. It's where the Dutch fleet tried to come in and to assault the port of Recife. But there were a lot of small forts that were protecting the entrance of the port. And one of them is located right here, beneath those trees, hidden for more than 100 years now. This fort was a small fortification built by the Portuguese, which was reinforced by the Dutch later and became known as the Fort Madame Bruyne. As you can see, there's not much attention by local authorities about what actually there is in this place, which are the remains of the old fort of Madame Bruyne, located actually here inside these bushes. It's gonna be a little bit of a steepy inside, coming inside, but it's a very worthwhile to look at this. Yeah, I think it here is better. What I see is a mixture of building techniques. Part of it is built on limestone, another part is built with sandstone, and you have some bricks as well. Here, if you take a look in detail, you can see shelves, which prove that this is reef that was cut in order to build. So when both Portuguese and Dutch, they made use of the reefs as construction material. And here, you will find different types of bricks. This is a typical Brazilian 19th century brick. And this, it's a lighter brick, but we don't have study enough to make sure about where they come from. This fort is one of the remaining mysteries of Dutch history in Brazil. It has never been excavated, and there is very little study about it. It's really something that we should aim for and get to know better. So this is the garrisons of the port. We are looking at two of the remaining walls. You have the northern wall and you have the western wall. These two walls are connected by a bulwark. That is a triangle structure in the corners of the forts. And this is a ramp that soldiers use to access the bulwarks. These are the original garrisons, and the fort entrance is right there. We can see the arch, and it was looking to the land. Intussen begin ik te begrijpen waarom de visser ons wel naar deze locatie wilde brengen, maar niet met ons mee aan land. Maar los van de ondoorgrondelijke dichte jungle, had hij het nog over een ander gevaar op de loer. Now we are dealing here with another threat. The threat are not Dutch pirates or Portuguese rebels, but the marimbondos. It's a type of wasp, and their bite can be really, really painful. Totally abandoned, besides for the marimbondos. Don't go inside. They will bite you, they will really attack you, and if they start, all of them will come after us, and this will become a nightmare.
But from here we can take a good look at the entrance of the fort. There is very little knowledge about the developments of this fort. We know when it was founded, we know how the Dutch occupied it, but for a very quick scan we can see different moments of construction, but there is still a lot to be discovered. It's almost 100% sure that we will find a lot of Dutch structure here underneath. Nog nooit eerder werd dit oude fort onderzocht door archeologen. Voor schatgravers een ongelofelijke uitdaging op zoek naar waardevolle Nederlandse restanten onder de Portugese constructie die er later opgebouwd zou worden. Wat boven de grond nog aan muurresten staat, zal ondergronds wellicht meer kunnen onthullen. Perfect conditions for archaeological research. Exactly the place archaeologists like to step in and dig. There's a lot of material. And you know, it's just start digging, just half a meter, you will find so much more. And it tells the history of many different times. You can reflect on 16th century Portuguese colonization, you can reflect on 17th century Dutch colonization, you can reflect on 19th century independent Brazil, and then of course 20th century, and how the mentality towards heritage was actually happening in Brazil at that time. The Dutch, they know very little about their history in Brazil already, and this fort is certainly something that doesn't come to any Dutch mind when they think of Dutch Brazil. This is one of the least known places of Dutch heritage in Brazil. Onder leiding van WIC-afgezant Johan Maurits van Nassau-Siegen vertrekt in 1637 een konvooi naar Brazilië om de nieuwe kolonie winstgevend te maken voor de compagnie. Op zijn uitnodiging reist een groep van wetenschappers, kunstenaars, artsen en cartografen mee naar het Nieuwe Holland. Onder hen de Nederlandse kunstenaars Frans Post en Albert Eckhout. Als eerste leggen zij de oorspronkelijke flora en fauna en de tropische landschappen vast op papier en doek. Hun schilderijen en gravures geven een realistisch beeld van het oorspronkelijke Brazilië en de inheemse bevolking. Zo'n kleine 400 jaar later behoren deze werken nog steeds tot het belangrijkste en gedeelde erfgoed in de Braziliaanse geschiedenis. Tot onze verbazing ontdekken we in het Instituut Ricardo Brennand de grootste collectie Frans postwerken buiten Europa aan. Ver weg buiten het gezichtsveld van de belangrijkste musea en archieven van Nederland. Zoals dit schilderij dat tot een van de belangrijkste van zijn verzameling behoort. This is one of the few paintings we know that was actually painted during his time in Brazil. And it's the only of the seven paintings actually painted in Brazil that is in Brazil today. Wat vrijwel onbekend is, is dat Post eigenlijk maar weinig van zijn landschapswerken daadwerkelijk in Brazilië schilderde. Pas na zijn terugkeer in Nederland in 1644 werkt hij zijn schilderijen uit op basis van schetsen. Zijn stijl viel namelijk goed in de smaak bij de rijke handelaren die de exotische taferelen wel konden waarderen boven hun bank. So he was taking advantage of the fact that people were eager at the time to see depictions of tropical landscapes. Exotic paintings were very fashionable. So Frans Post was at a given moment leading the market for this kind of exotic paintings. Waterfall, forest, some black people, some indigenous people. That was really, really at the taste of art collectors in the 17th century. This is one of the depictions that Frans Post did of Recife at that time. And it shows Havel, the old city of Recife, and the new part that was planned and developed by the Dutch and named after Maurits van Nassau himself, Mauriciopolis. What we see here is the reefs of the port of Recife, the neighborhoods of the port of Recife, the bridge, the palace of Nassau, and Mauriciopolis itself. Let me take you to the exactly same spot so we can see how the cityscape is 350 years later.
Na 7 jaar Brazilië keert Post terug naar Nederland en zet zijn werk voort volgens de populaire smaak van die tijd, tropisch en exotisch. At this phase we see that the paintings become a little bit sloppy, the technique has underdeveloped. Frans Post was suffering with alcohol, he was in the verge of a real decadence in his work. By the time he died in 1680, well, he didn't have that much of fame anymore, and his works were really just trying to pay off for his bills. And this landscape, you can actually go there and see exactly the spot where Frans Post stood to make the drawing. Als we door onze geschiedenisboekjes over Nederlands-Brazilië bladeren, valt op dat toch vooral Johan Maurits van Nassau, oftewel JM, de belangrijkste stempel drukt op de Nederlandse periode. Onder zijn bewind floreert de nieuwe kolonie. Als visionair en humanist introduceert hij cultuur, wetenschap en tolerantie voor verschillende godsdiensten en gemengde huwelijken tussen protestanten en katholieken. Zo bouwt hij zijn eigen paleizen, legt volgens Nederlands model bruggen en kanalen aan, tolereert de eerste Joodse synagoge en schenkt de stad een dierentuin en een botanische tuin. Al met al een indrukwekkend imago, maar wel een die zorgvuldig is gekneed en waarvoor J.M. zelfs een spindokter aanstelt die hem een bijna keizerlijke reputatie toedicht door oververheerlijking. Theoloog en schrijver Casper Barleeuws is die spindokter en medeverantwoordelijk voor deze overdreven heldenverering en zodanig als historisch feitelijk in onze archieven belanden. Maar tot de dag van vandaag wordt door de gemiddelde Braziliaan JM nog steeds aanbeden en blijft bij vele generaties in het collectieve geheugen gegrift. In de straten van Recife galmen nog steeds de eeuwenoude lofprijzingen. Als onze Mauricio zou zijn gebleven, was ons land beter af geweest dan met onze huidige Portugese afkomst. Maar de Nederlandse periode in de nieuwe kolonie kenmerkt zich niet alleen door alle pracht en praal van de kunst, wetenschap en tolerantie. Ook kent het een keerzijde van de medaille. Een onuitwisbaar hoofdstuk uit ons koloniaal verleden, waarin duizenden Afrikaanse slaven en nakomelingen nog eeuwen erna de prijs zullen betalen. En waarvan de sporen nog steeds zichtbaar zijn in het huidige Brazilië. Onder heerschappij van JM wordt de slavernij overgenomen van de Portugezen en tegen de WIC-regels in maakt hij zich ondertussen schuldig aan mensenhandel. No more, no more, and no more drivers lash for me many times and go. Who said my life matters? We are so powerful. In navolging van de protesten en maatschappelijke debatten tegen racisme en discriminatie van zwarte bevolkingsgroepen in Amerikaanse steden, heeft de Black Lives Matter-beweging ook voet aan grond gekregen in Brazilië. Hier zijn de sporen van slavernij en racisme onder de zwarte bevolking en inheemse groepen tot op de dag van vandaag nog steeds zichtbaar. Então pensar hoje a história, né, de Pernambuco e o passado holandês em Pernambuco. Inevitavelmente é preciso também pensar sobre essa relação do passado holandês com o racismo, assim como a presença portuguesa também está conectada diretamente com essa manutenção da escravização que durou até mais ou menos até próximo do início do século XX. In het digitale pamflet van de Galeria de Racistas wordt de heldenverering onder de loep genomen. Op een website protesteert de Braziliaanse groepering tegen de standbeelden van voormalige leiders die zich schuldig maakte aan slavenhandel.
Op de lijst van racisten prijkt ook het borstbeeld van Johan Maurits. De beelden staan symbolisch voor racisme en het slavernijverleden die de Portugese en Nederlandse koloniale heersers achterlieten. De keerzijde van een tijdperk dat bijna 400 jaar later nog steeds de samenleving in het huidige Brazilië verdeelt. É necessário a gente pensar a derrubada da estátua, mas não apenas do símbolo, né, daquilo que está erguido diante do palácio, mas derrubar o nome desse governador enquanto herói e mostrar os efeitos desse período colonialista, desse período, né, em que a escravização ela foi amplamente difundida na colônia, difundida trazendo efeitos negativos, efeitos, né, que para alguns pode ter sido de desenvolvimento para essas terras, mas que para a população negra ainda hoje são sentidos como algo negativo. Afinal de contas, a grande parte da população negra em Pernambuco, a população negra no Brasil, está situada em um contexto de desigualdade social, né, de fragilidade econômica e de fome. Koloniaal spoor in Brazilië leert ons dat ons gedeeld verleden en erfgoed zowel omarmd en geprezen wordt, maar ook kan schuren. Zonder die gekleurde Nederlandse bril zorgt het ons historische feiten die nooit ons geschiedenisboekjes hebben gehaald. En met een eigen tijdsperspectief ons verleden in een ander daglicht kan worden bekeken. In de volgende aflevering gaan we op zoek naar gedeeld verleden en erfgoed, waar we de virtuele loop deze keer leggen op het Manhattan van New York, met eveneens een Nederlands spoor.